Wat ik zo geweldig vind aan Amsterdam, dat is dat gevoel van vrijheid en vooral de veelkleurigheid van deze stad. Niet per se de toeristen, maar dat is dat Syrische restaurant bij mij om de hoek met heerlijk eten. Dat is de Marokkaanse slager. Dat is de Turkse garage waar mijn auto in onderhoud is. En natuurlijk de Italiaanse ijswinkels. Hier kan het allemaal. En het is vooral een stad die altijd in beweging is, al eeuwenlang. Ze hebben hier een kabel gelegd op een lus. En die moet straks aangesloten worden om de hoek om Amsterdam weer te voorzien van stroom. Alles veroudert en alles wordt weer vernieuwd. Het is mooi werk. De Republiek der Verenigde Nederlanden, verlost van de Spaanse koning. Dat ongehoorde, brutale experiment van zelfbestuur aan de Noordzee. Het gaat ze voor de wind. In het zuiden wordt nog gevochten, maar het noorden wordt een veilige haven voor handel en voor vluchtelingen, Joden, Hugenoten. Ze stromen binnen, vooral naar Amsterdam, met haar haven, haar vrije drukpers. Een gouden eeuw gloort, de vrijheid werpt haar vruchten af. Amsterdam was een knooppunt. Van hieruit had je toegang via dat water met de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse Zee. Maar uiteindelijk via de oceaan ook met de hele wereld. Het rook in, hartje Amsterdam. Kun je ons meenemen naar 1600 ongeveer, deze plek. Wat zouden we zien? Nou, in de eerste plaats sta je dan in het water. Dus als je nou even die trambaan wegdenkt, dus dat is het transport van nu. Ja. En dit is de rode loper, dit is voor al die duizenden toeristen. Dan kunnen ze lekker van de ene patatding naar een andere patatding. Maar hier was dus water en dat water werd gebruikt door schepen. En schepen zijn meer dan alleen maar varende dopjes met zeilen. Die zorgen eigenlijk per definitie voor uitwisseling en interactie. En als jij dus heel veel schepen hebt, en Amsterdam had heel veel schepen, heb je eigenlijk een soort automatische kruisbestuiving dagelijks van mensen uit verschillende streken. In de 17e eeuw is de essentie informatieuitwisseling. Kennis is vrijheid. En dus Amsterdam was vooral een informatieknopen. Silicon Valley uit die tijd gewoon. Zeker, net zoals Californië. Ook booming. Amsterdam had 30.000 inwoners en die had een eeuw later 150.000. Dus dat is gewoon wow. Het was druk. Daar zijn ook klachten over. Er is overlast. Maar het was ook heel multinationaal. Dus een heel mooi schilderij. Dan zie je heren in Arabische, Persische gewaden staan. Dus die kwamen gewoon die met hun handel hier mee, ja. Baruch Spinoza, de grote filosoof en geboren Amsterdammer, schrijft: ons is nu het geluk beschoren om te leven in een staat waarin iedereen volledige vrijheid heeft te denken wat hem goeddunkt en God te aanbidden zoals hij dat wil. En waarin die vrijheid als het hoogste goed wordt beschouwd. De welvaart leidt tot ongekende mogelijkheden. Miljoenen kilo specerijen en goederen liggen opgeslagen in de stad. Kaneel, stokvis, walvisolie, zout, zeep, tabak. De rijkdom kan niet op. Tienduizenden palen worden de grond ingeheid. Pakhuizen verrijzen. De stad van nu staat nog steeds op dat fundament. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Leo Blokhuis. Hi, Jeroen Baars. Welkom op de Brouwersgracht. Moeringlijn los. We hebben hier een ponton. We gaan het vandaag gebruiken om funderingsinspectie uit te voeren. Een klein stukje verderop aan de Herengracht. Nou, te gek. Van dit stuk aarde is nog niet bekend hoe het exact gefundeerd is. Nee? Uiteraard op houten palen, maar wat de configuratie is en de exacte opbouw gaan we zo meteen bekijken. En er zitten kaders bij, die zijn 200, 300 jaar oud. Zo. Scheepvaartmuseum, 360 jaar oud. Ja? En dat is nog goed? Perfect. Echt waar? Niks aan het handje. Hela, open. Ers. De palen staan hier. 12 meter de grond in? Of? Een meter of 8, gok ik zo'n beetje. Ja? De traditionele funderingsmethode is met kespen. Dus dan heb je een soort twee meerdere palen achter elkaar waar weer een balk op ligt. En die balk noemen we een kesp. Ja? En bovenop die kesp ligt dan vloerhout. Ja. En als het ware is daar bovenop de muur gemetseld die wij nu hier mogen kunnen zien. Ja, dus deze muren in Amsterdam die staan allemaal op een houten vloer. Ja, in principe wel. Ja. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Bijna ontluisterende ontdekking. Ja, en je kan er ook onder inderdaad. Ja? Dus jij kan eronder. Zo'n meter of twee, meestal wel, kan je eronder komen inderdaad. Nou, daar gaan we dan, joh. Nou man, zet hem op. Duiker te water. Wat je aantreft is gewoon zo oud.
En dat, dat vind ik mooi. Je ziet nog dat daar echt een echte arbeid is verricht om die verbindingen te maken. En ik vind dat mooi om te aanschouwen. Circa 40 centimeter. Een beetje een grimmig verlaat. Oké, dankjewel. De derde naar de vierde paal geeft. Palen. In 1648 is Amsterdam op het toppunt van haar macht. De oorlog met Spanje is voorbij en de vrede een feit. In die euforie besluiten de regenten van de stad tot een prestigieus project. De bouw van een nieuw stadhuis. In de Gouden Eeuw wordt het een uithangbord voor vrede, vrijheid en welvaart. En de Nederlanders zijn trots. Dichter Constantijn Huygens noemt het gebouw het achtste wereldwonder. Het is nog steeds een van de grootste zalen in Nederland die er zijn. Ja. Allemachtig, hadden ze marmer over hier. Het is allemaal echt marmer, of niet? Het is allemaal echt marmer. Het is wel bekleding. Dus de schil van het gebouw is van baksteen. Ja. Maar ja, je zal het maar allemaal uit Italië moeten slepen. Absoluut, ja. Wat hebben we hier? Het zijn de grootste kaarten ter wereld ooit gemaakt. Mooi. Ja. 6 meter 24 in doorsnede. Dan hebben we het oostelijk en het westelijk halfrond. En in het midden de kaart van de hemel. Het gave van dit gebouw is, als je het beter leert kennen, dan snap je dat het niet zomaar een gebouw is, maar een soort van totale theorie over hoe men het universum zag. En vooral ook over hoe Amsterdammers zichzelf zagen. Als we naar de ingang kijken, daarboven daar troont een dame. Dat is de stedenmaagd Amsterdam. Zij is de personificatie van de stad. Ze zit daar met de wereld aan haar voeten. Dus ja, Amsterdam heeft letterlijk de wereld aan haar voeten. Maar eigenlijk is het nog erger. Hier ligt de kaart van de sterrenhemel. Dus Amsterdam heeft eigenlijk het universum aan haar voeten liggen. En dit gebouw heeft 7 verdiepingen. Telt 25.000 vierkante meter. Toen zijn er 13.659 bomen uit Noorwegen hier de grond ingehamerd. Er is 9 maanden over gedaan. Toen stond dat. Amsterdam is natuurlijk de stad met de reputatie van de arrogantie. De een haat het en de ander houdt ervan. Ik woon hier al 14 jaar. Ik hou ervan. Ik vind dat lef vind ik wel mooi. Maar dit is versteende Amsterdamse arrogantie. Prachtig hoor. Wat heeft dat Amsterdam gebracht? Dat het zo'n bruisend collectief was eigenlijk. Wat het vooral gebracht heeft, is een centrale rol met heel veel zelfbewustzijn over waar je staat in de wereld. Dat komt deels door die economische macht, maar ook door sluw koopmansbeleid natuurlijk. En dat kan ook omdat er niet een grote sterke vorst op zit die zegt, wacht even, wij doen het hier naar deze letter. Zeker.